En een stoel. Wat voor stoel? Roland? Ja, dat is een goed idee. Ja, maar het hoeft niet in de muur. Nee, duivelse dilemma's staat er steeds een hoofdpersoon tussen een keuze tussen kwaden. En wat kiest er? En als het goed is, is het zo dat je dat zelf ook zo aanvoelt. En actie. Oké. Even kijken, doe maar een halfje meer op de key. Pieter. Ja, dat is goed. En achter ook. Mijn extension zit los. Wil je er even naar kijken? Ik speel Tess. Deze duivelse dilemma, daarin zie je eigenlijk flarden van een huwelijk. Waarin gaandeweg blijkt wat er allemaal mis is tussen die twee. Ik voel helemaal niks meer. Daar is ook geen ruimte voor. Wat dan ook te voelen. Jij wilde dit toch zelf, of niet? Jij wilde dit. Godverdomme, je toch zelf? Dat jij de hele tijd om jou. Wil je nou? Tess, niet doen. Niet doen, Tess. Ga zitten. En het duivelse dilemma wat je eigenlijk aan het begin al ziet, is dat zij een auto-ongeluk krijgt en onder water terechtkomen. En Tess lukt het op een gegeven moment nauwelijks om zichzelf en haar man te redden. Tess, ik zit vast. Nee. Ik speel Pieter, een van de hoofdrollen in de film. Samen met Tess zijn wij het echtpaar waar het allemaal om draait. Pieter is een druk man. En een man die vooral aan zichzelf denkt, met ernstig narcistische trekjes. In haar geval is het zo dat ze, ja, als ze een eind aan die relatie maakt, wat eigenlijk wel moet, dan betekent dat ook dat ze moet nadenken wat het verleden dan eigenlijk heeft voorgesteld. En uiteindelijk wordt ze, ja, op een bizar moment letterlijk voor die keuze gesteld, voor dat duivelse dilemma. En die keuze tussen kwaden. Ja, de film heet In de Val, omdat het erover gaat dat je twee mensen zo vast zijn gekomen in de patronen van hun relatie, dat ze ook niet meer in staat zijn om eruit te stappen. Mijn avond, waarom moet je die verpesten? Wat is je probleem? Het gaat toch om het eindresultaat? Het zijn jouw woorden, niet de mijne. Pomp 4. We hebben een aanbieding deze week, 2 voor de prijs van 1. Koude kut. Nee, dankjewel. Ja, dat we eigenlijk voortdurend langs elkaar leven en elkaar niet begrijpen. En ieder op zijn of haar manier het wel probeert. Dus we zitten eigenlijk allebei op hun manier daarin vast. Ik hou van je, Tess. Houden van. Is dit wat jij houden van noemt? Kom, liefje, we moeten gaan. Laat me los! Alsjeblieft, liefje, dat kunnen we hier niet tegen. De tweede. En actie. Tess! Tess! Kom maar, maak open! Maak open! We moeten naar de uitreiking. We zijn al te laat, Tess. Tess? Ik kan je niet doen! En het idee is eigenlijk dat deze deur blijft open. Jij zit eigenlijk hier boven en onder water.